een nieuwe video. Mijn naam is Robin, dit is Wiegen. En wij gaan vandaag een beetje trainen in jumpstyle Drachten. Yes. Oké, ik ga even een full proberen naar matje een paar keer en daarna gaat Wiegen. Dat was al een full. Ik ga het nu van een andere engel proberen. En ik ga even gewoon vragen of hij gaat filmen. Gewoon, zou jij voor mij willen filmen? Natuurlijk, geen probleem. Oké, kom mee. Ik ga full proberen. Ik heb net al één keer gedaan en ik wil even Cody uithalen. Hey Cody! Lijp! 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 En nu gaat Wiegen wel proberen. Wat Wiegen gaat doen? Wiegen gaat een backflip naar de muur doen en dan uit de muur zichzelf afduwen met een palmflip voordat hij de trampoline weer raakt. Wow. Als Wiegen zijn trucje heeft gedaan, dan ga ik vanaf de tower proberen kaboom full out naar trip kaboom. Wiegen gaat nu nog één goed setje doen en als die goed uitkomt dan gaat hij hem doen. Let's go! Nou, dat was Wiegers zijn trucje al. Hij haalde hem echt makkelijk over zijn hoofd. Ik ga even nu een andere engel vinden. Want Wieg gaat het denk ik nog een keer proberen. Om te kijken of hij hem kan landen misschien vandaag. Ja. Dames en heren, ik heb hem net gedaan. Hij voelde goed eigenlijk. Ik ben benieuwd. Ik ga hem nu nog een keer doen en ik hoop dat ik hem kan landen vandaag. Het zal wel echt heel ziek zijn. Hey, laatste tijd voor ons zien. Kom als je snel mogelijk naar huis gaat. Bedankt. Kaboom full out, naar trip kaboom. Zo makkelijk, hè? Zo, ik heb nu net kaboom full out naar trip kaboom gedaan. Ik was er nou heel even aan het kijken of ik misschien trip kaboom naar trip kaboom kon doen. Maar ik hou daar te weinig hoogte over. En ik ben nog steeds niet helemaal gewend aan de trampolines. Plus mijn blessure. Dus misschien straks dat die lukt. Als probeer ik de volgende keer. Nu gaat Wiegen weer eens doen. Ja, ik ga proberen van die toren daar. Ga ik cash gainer proberen. Ja. Eerst van de blokkenbak. Ja. En daarna proberen in de Big Air. Maar het is best wel laag. Ik weet niet dat het gaat lukken. Goed. Ik ben benieuwd. Let's go. Oké, daar is Wiegen. Wiegen gaat een cash gainer doen. Vanaf die rand naar de foam pit. En als dat hier goed gaat, dan gaat hij misschien daar naar de airbag ook proberen. Nee, die ging wel heel makkelijk. Dat zou wel kunnen daar. Ik heb net kaboom full out naar trip kaboom gedaan. Sick. Ja toch? Leg man. Ja man. Nou, doe je het niet na nog? Nee hè, nog niet. Nee, sowieso niet. Sowieso niet. Oh ja, makkelijk. Oké, Wiegen gaat nu die cash gainer. Gaat hij nu daar doen? Ja man, kan ik landen? Easy. Oké, let's go. Kan ik makkelijk landen? Let's go. Zoals jullie zien, Wiegen is meer freerunner, ik ben meer van de trampoline. Dus goede combinatie. Nu zie je van elke tricks wat. Binnenkort nog meer gekke content. Dames en heren, ik kan jullie ook van een keer meenemen naar mijn training. Bijvoorbeeld in jump freerun. Dus als jullie dat willen, laat het vooral weten. Sowieso willen jullie dat. Oh, handjes. Hé, hey, drie keer scheepsrecht. Drie keer scheepsrecht, wat zeg je? Woehoe! Hoppa! Hoppa! Let's go! Oké, de volgende challenge voor ons allebei is we proberen van het hoogste platform daar, proberen we daar een gainer full naar onze buik te landen in het trampoline. Ik ga hem eerst gewoon proberen hier van dit blok af naar de big airbag. Let's go! Let's go! Nice! Ik kon dit vroeger ook, maar ik heb dit heel lang niet gedaan. Dus ik weet niet of ik nog steeds de tech ervoor heb. Maar we gaan het even zien. Ik ga hier ook even een setje doen. Gaan we allebei van die doen? Ja, makkelijk. We gaan nu eens vanaf daar proberen. Dat is iets makkelijker omdat hij iets hoger is. Dus dan haal ik hem daar ook makkelijker. En als hij daar lukt, lukt hij daar ook sowieso. Heel clean. Oké, ik ga dat nu dus ook eens proberen. En dan uiteindelijk daar proberen. Hey, dames en heren. Wij zijn nu op dit platform. Ja, de ultieme challenge is natuurlijk wel de allerhoogste vanaf te doen. Daarom bouwen we eerst op, dus we beginnen eerst met deze. Dus let's go, ik ga hem nu meteen proberen. Ja. Easy. Ja.
Dat kan. Jawel. Ik ga zo denk ik nog een keer naar de airbag proberen, want ik vind hem toch wel een beetje eng. Wie gaat hem nu van de hoge doen? Ja, hij voelde gewoon heel goed. Dus dat kan je meteen doen, denk ik altijd. Ja, denk ik ook wel. Nice. Ja, ik doe nu deze nog ja. Nice! Doe naar trip, Cody! Wow! Doe naar trip, Cody! Dat is makkelijker dan wat ik verwacht had. Nice! Dus volgende challenge, leg uit. Volgende challenge, wie gaat proberen een 360 Kong te maken naar het blok, naar Kong gainen? Ik heb net gehoord van Robin dat ik eens een 360 Kong maak. Kun je nu wel doen? Maar we gaan hem nu eerst gewoon met dive op. Even kijken hoe dat doet. Nice, die gaat wel lekker. Die was wel lekker dus. Jawel. Okay. Ja, ja. Ik denk dat dat zo wel kan lukken. Ja, jawel. Jammer. Oh, bijna. Eerst andere challenge doen. Later nog een keer proberen. Sorry jongens. Ik doe hem liever dus zonder trampoline. Ja, snap ik. Dat is het. Ja, want hij is een vrio en geen tramper. Volg hem naar Casper? Ja. Oh, dat is wel heel dichtbij. Vorige keer heb je hem bij die andere muur gedaan. Ja, dan moet je even kijken hoe ik dit ga doen. Oké. Dat lukt. Ik kan ook weer dat gele matje pakken en die een beetje over die rand heen leggen. We gaan hem nu proberen, dus we gaan hem eerst met een normale kerst 2 doen. En daarna heel misschien, ik wil ooit een keer met kerst voeren. Ik denk niet vandaag. Ja. Ik ga nog even een matje schuiven voor Wiegen. En als hij comfortabel is met het doen zonder matje, dan ga ik even filmen met de camera van een betere enkel. Ja. Zie je? Oké, Wiegen gaat hem nu zonder matje doen, zodat ik dus met een goede camera angle kan filmen. Klaar voor Wiegen? Let's go, man. Oh, dit? Kom maar naar Tripful. Kan wel. Ja. Hey, dames en heren, hij ging nu net echt supergoed. Dus we gaan proberen een combo met Tripful. Ja, Tripful. Let's go, Wieger! Nu nog even die kerst full een paar keer doen. Jullie hebben net gezien hoe goed eigenlijk bij Frontflip op kerst ging. Dus ja, ik wil ooit in de toekomst naar kerst full doen. Daarom zetten we nu een paar kerstvoertjes hier bij de toren. Aan de blokkenbak. Wild first dan, echt wild first. Een echte world first. En we doen het! Dat zou zo makkelijk kunnen, hè, binnenkort. Nou, Wieger gaat het nog even 2 keer doen. Daarna moeten we ook werken. Dan hebben we weer een uur getraind. Kan je zien hoeveel je in een uur kan doen? Kom gewoon een uurtje lekker naar Jumpstyle en kom met ons trainen. Of met wie dan ook hier traint. Zoals Juan. Juan kan ook veel trucjes. Heel goed. Oké, ga daarheen. Ik ga doen. Nice. Nu moeten we snel aan het werk. Dus ik ga mijn kamer opruimen en me omkleden. It's done.